De steen ligt verborgen in het land dat niet is. De weg is lang en donker, maar zonder de steen zal hij sterven. Een jongen, een meisje en een engel die zijn vleugels kwijt is en bijna zijn leven. Ze gaan langs zingende moerassen, ze gaan door een zwijgend woud. Ze worden opgejaagd door soldaten en hun vorst van vuur. Wie verder gaat, kan alles verliezen. Wie terugkeert, is al verloren. Hij geeft niet op, hij geeft nooit op. Maar wat als ook vrienden vijanden worden? En wat als de ergste vijand schuilt in zichzelf?